wel op de Dutch YouTube gathering. Tik ass on hem. Abonneer. Nu ik in de video ben, is de video 100% nog cooler geworden. Hallo jongens, meisjes van Tolkien's Gamer. En welkom terug bij deze gloednieuwe kanalenbeoordelen aflevering. Het is alweer hashtag 34. Druk natuurlijk even op dat duimpje omhoog, want de vorige filmpje, jongens, het heeft de 1300 duimpjes mogen halen. Dat is wel goed, maar niet de 2000, weet je. En de vorige keer zei ik van, kom op de 2000 likes, we kunnen het. Maar we hebben het niet kunnen halen, dus ik hoop dat we het deze keer wel kunnen halen. Dus like allemaal de video, ook als je meteen natuurlijk beoordeeld wil worden. Zet hier in de reacties dat je mij toestemming geeft om dat te doen. En abonneer op mijn YouTube kanaal. En laten we gewoon het ding meteen doen. Ik ben natuurlijk naar de YouTube gathering geweest. En ik zag ook dat mensen geïnteresseerd waren in die t-shirts. Die t-shirts die binnenkort komen. Voor de mensen die geen idee hebben wat er gaat gebeuren. Hou dit weekend gewoon mijn YouTube kanaal in de gaten, dan komt alles goed. Oké, laten we beginnen met het beoordelen van Colton Ossie. Hey Tolkan, ik hoop ooit beoordeeld te worden. Ik wacht al super lang, niet erg. En het zou heel leuk zijn als ik een keer werd beoordeeld. Oké, laten we eens even kijken nemen op je YouTube kanaal, man. Ik ben benieuwd. Colton Ossie, dat is ten eerste wel echt een hele coole naam. Je banner vind ik echt heel mooi. Ik vind echt legit. Je banner vind ik heel mooi. Je avatar vind ik heel mooi. Je hebt al 2500 abonnees, weet je. Je doet het al fucking goed. Dus ik ben benieuwd naar je laatste video, man. Ik ga even kijken naar backstage met Dylan Hagens en Armo op de Dutch YouTube Gathering. En ja, dat is wel toepasselijk, want het is natuurlijk... De YouTube Gathering is pas geweest. Dus laten we even kijken wat je hebt gedaan. Oh, je bent gewoon... Je bent gewoon naast hem gelopen en gewoon opgenomen, man. I like it. Oh, je bent gewoon backstage. Oké. Oh, en Yes R. Wacht, zie ik nou Yes R ook? Oké, ik moet zeggen, dit is gewoon een vlog. Dit is gewoon een vlog. Het is de YouTube en het is sowieso een chaos. Ik bedoel, als je daar vlogt. Ik heb zelf niet gevlogd, want ik wist gewoon dat het... Ik zou niet eens tijd hebben, even serieus. Ik heb om de seconde op de foto moest ik. Ik ben helemaal psychisch geworden, maar maakt niet uit. Het was leuk. En ja, maar wacht, ik ga wel even een andere video bekijken. Want dat is een YouTube Gathering video. Je camera kwaliteit is trouwens wel echt heel erg goed. Je hebt hier ook gewoon goede belichting. Ik denk dat je zo'n softbox hebt of wat dan ook. Want het is wit, weet je. En dat is meestal zo'n softbox als het zo mooi is. Alleen misschien kan je zeg maar een extra microfoon halen. Je microfoon klinkt wel gewoon goed hoor. Alleen je kan natuurlijk het beter doen als je zo'n extra microfoon zeg maar aansluit op je camera. Misschien is dat een tip voor binnenkort of later. Je beschrijving ziet er wel oké uit. Alleen is een beetje te veel informatie in één keer. Je weet toch, het is niet zo aantrekkelijk om dit te lezen. Misschien dat je het misschien onder elkaar wat beter kan... ordenen, want dit is een beetje ruïna. Je weet toch, kijk hier opeens random link, weet je, ruïna en zo. Dus misschien beter je beschrijving even een beetje rustig aan beoordelen. Ordenen. Even kijken, wat heb ik nog meer? Je thumbnails. Hoe zien je thumbnails eruit? Op zich zien het er wel, ja, het ziet er wel gewoon oké uit. Je weet toch, kijk, dit vind ik dan wel niet mooi. Die tekst terug naar Nederland, heel wit. En dit, King Kelt me wel honger. Ik zie, zeg maar, niet echt die tekst heel goed van een afstand. Maar de rest, bijvoorbeeld dat je foto's pakt, zoals dit, is gewoon goed. Weet je, dit is gewoon, bijvoorbeeld hier dat je Ismail hebt. En dat is ook gewoon allemaal goed, man. Dus succes met je YouTube kanaal. Probeer wel wat vaker up te uploaden, want je hebt een maand geleden geüpload en dan weer gisteren. Snap je? Dus probeer heel wat vaker te uploaden en dan krijg je sowieso meer subs en zo, man. Oké, laten we doorgaan naar het volgende YouTube-kanaal. Official Bergkant. Eeuw Tolkan, ik geef wat toestemming om mijn kanaal te beoordelen. Verwacht niet te veel, want ik ben pas begonnen. Oké, nou, dan ga ik je even wat tips geven, want je bent toch pas begonnen. Je banner ziet er op zich nog decent uit. Alleen twee dingen die ik niet echt heel chill vind. Je hebt je Instagram en Twitter heb je echt veel te klein gedaan, man. Kijk, ik zie die officieel Bergkant en zo. En Unreal Talk is een beetje onopvallend. En misschien kan je toch wel gewoon het helemaal weghalen. Want je hebt hier sowieso al Twitter en Instagram hier rechts. En ja, man, het zou mooi zijn als je gewoon officieel Bergkant erop zou doen. Maar je thumbnails in ieder geval, het is, die tekst is blauw, toch? Dus hier is het bijvoorbeeld echt niet te lezen. Wat, ja, het is wel te lezen, fuck my life. Maar ik bedoel, het is moeilijk te lezen. Het valt niet echt op. Dus misschien dat je kan proberen om gewoon wel die blauwe eromheen te laten. Want dat vind ik wel mooi. Dat is gewoon een eigen stijl die je hebt gemaakt. Weet je, dat is gewoon heel goed. Alleen, misschien dat je die tekst dan gewoon even in bam rood of zo. Weet ik veel. Gewoon echt dat iets wat opvalt. Dat ik denk van... Dat ik erop ga klikken op die manier. Je weet toch? Als ik zo erop klik, dan betekent dat het goed. Trend tag. Oh, what the fuck. Mijn muis gaat weer veel te snel. Ik heb... Motherfucker. Ik heb... Oh shit, man. Oké, hij doet het weer. Oké. Yo. Kijk naar een nieuwe video. Oh, yo. Weer met een nieuwe tech video. En de tech van vandaag is de trend tag. Ik weet niet eens wat de trend tag is eigenlijk. Ben je trendgevoelig? Nee. Vraag 2. Wat vind je de beste trend ooit? Pokémon kaarten. Vraag 3. Oké. Wat vind jij een trend die moet stoppen? Pokémon Go. Wat vond je de beste trend van vroeger? Oké, bro. Ik moet eerlijk zijn. Het is echt te kort filmpje. Je gaat dus in één keer door. Ja, kijk, 55 seconden, bro. Kijk, ik maak korte filmpjes, toch? Maar bro, jij maakt nog kortere filmpjes. Dus misschien kan je proberen toch wel even wat langere filmpjes te maken, man. Ik zeg je heel eerlijk. Kijk, je hebt ook natuurlijk... Ik denk dat je video's hebt die langer zijn. Ja, 2 minuten, 1 minuut, 1 minuut. Oh, 7 minuten. Kijk, probeer die 7 te houden, man. Of 8, of 11. Ja, want dat is gewoon allemaal perfect. Want 3 kan ook nog als je bijvoorbeeld echt van die korte leuke filmpjes hebt, maar...
Bro, 55 seconden gaat wel een beetje te ver. Maar voor de rest, je edit wel gewoon goed. Je camera kwaliteit is gewoon te doen, weet je. Je kan misschien later een nieuwe en zo kopen. Maar dat hoeft niet per se nu, je weet wel, dat boeit niet. Voor de rest, je beschrijving is ook wel goed. Maar, bro, man. Probeer even die langere filmpjes te maken, man. En misschien even je beschrijving ook wat beter, man. Een beetje, geen hoofdletters, geen punten. Een beetje ruïna, je weet al. Dus misschien kun je dat ook een beetje fixen. Ja, man. Probeer even die langere video's te maken. En misschien dat je bij je logo niet officieel Berkan kan doen, maar gewoon een foto van jezelf of zo, man. Is wat beter dan tekst, man. Vind ik dan. Maar ja, dat moet je zelf weten, natuurlijk. Oké, man. Succes met je kanaal. Je bent pas begonnen, dus alles kan nog. Ga een beetje experimenteren met alles. Succes, man. Oké, dan gaan we door met het beoordelen van het YouTube-kanaal van Goed Punt. Hallo, Tolkan. Ik zou het tof vinden als jij mijn kanaal beoordeelt. Je hebt zeker toestemming. Oké, Goed Punt. Het is wel grappig, want je hebt ook letterlijk een punt erachter gezet. Goed punt. Even kijken. Als eerst je banner. Je banner ziet er goed uit. Ja, wat daar vind ik ook best wel goed uitzien om mee te zijn. Niks aan te merken. Goed punt. Wacht, wat? Goed punt. Alleen deze zie ik niet als het boven. Maar ja, dat boeit niet echt. Voor de rest. Misschien kon je die G. Oh, weet je wat harder is? Bro, je weet toch deze G die je hier hebt geplaatst? Gewoon alleen dat als avatar doen. Dat zou echt mooi zijn, man. Ik weet niet waarom, maar dat is echt dan jouw ding. Dat is jouw logo. Snap je het? Misschien dat je daar iets mee kan doen. Ik probeer elke week XD. Oké, weet je, oké. Even kijken naar je thumbnails. Ah, man, de thumbnails kunnen echt veel beter. Kijk, dit is... Kijk, die tekst is wel mooi. Maar als je elke thumbnail gewoon dit doet, spiegelbeeld, en dan gewoon met één font, dat je al je thumbnails doet, dat is niet netjes, man. Kijk, dit is niet aantrekkelijk om te klikken. Ben ik dood? Ik zou niet eens op klikken, ook al staat er dood in de titel. En werkt dat meestal wel. Zou je misschien dat je toch wel een foto of in die video dat iets... Iets doet, man. Misschien niet... Ja, alleen tekst en witte achtergrond is een beetje random en een beetje droog, man. Ik zou als ik jou was gewoon... Net als hier gewoon foto's proberen erin te douwen. Maar ik ben wel benieuwd naar een YouTube gathering video. Even kijken hoe dat eruit ziet. Nou. Goedemorgen, mijn naam is Florian. Goedemorgen, man, Florian. Welkom bij deze vlog. Ik ga... What up, man. Het is nu zondag en het is nu 10:30. En ik ga vandaag naar de Dutch YouTube gathering. Oké, je vloggen doe je nog best goed, man. Maar dat is eigenlijk best wel saai in zo'n roltrap. Weet je, je bent best wel fucking jong. En je vlogt gewoon, je doet het ding. Ik moet zeggen, je doet het best wel goed, man. Vloggen, weet je, vloggen is niet natuurlijk heel erg moeilijk. Maar je houdt wel gewoon de camera gewoon decent vast. Al kan het misschien iets hoger. Het is toch een beetje aan de onderkant, maar misschien kan je ietsje hoger filmen. Kijk maar naar Enzo Knol of zo. Doe gewoon wat Enzo Knol doet. Hij is toch vlogbeest, weet je. Ik kijk zelf niet naar zijn films, maar Enzo Knol, weet je. Hij heeft veel abonnees en hij vlogt. Dan doet hij het vast wel goed, toch? Dus kijk maar gewoon naar Enzo Knol. Oh, wat? Ik zie mezelf in de beschrijving. Heb je mij trouwens ontmoet dan? Oké, YouTube is in de video. Ik ben denk ik in je video. Oh, nu moet ik nog kijken ook waar ik ben. Want anders kan ik niet tegen, je weet toch? Ik moet wel even kijken waar ik ben. Anders is het een beetje raar. Even kijken. Oh, hier. Ik zie mezelf al, jongens. Ik weet niet eens wat ik heb gezegd, man. Jongens, ik ben hier Tolk aan op de YouTube gathering. Tik S on hem. Abonneer op zijn YouTube kanaal. Ja? Abonneer op zijn YouTube kanaal, jongens. Hi, ik ben Jayun. Hello, Jayun. Nou jongens, ik ben ook in de video. Kijk, nu ik in de video ben, is de video 100% nog cooler geworden. Weet je? Tja, man. Let's go. Ik ga succes met je kanaal. Ik ga even de volgende kanaal beoordelen. Spellegies. Hey Tolkan, spelletjes, spellegies, ik weet niet. Hey Tolkan, dit zou super tof zijn als je mijn kanaal zou willen beoordelen. Hallo, ik geef tussen mij, je hebt me eerder beoordeeld. Oh, oké, ik heb je eerder beoordeeld, maar ik ben voor mijn gevoel flink verbeterd. Ah, ik ga nog strenger doen, vriend. Gaan we zien of je bent verbeterd of niet. Oké, je banner. Oké, banner is wel mooi, man. Het is heel... Het is wel netjes. Alleen je logo is anders, man. Kijk, je banner is... Ja, alleen... Kijk, weet je wat het is? Oké, twee dingen. Je hebt bijvoorbeeld je banner, heb je die foto, heb je anders dan in je logo. En dat moet je niet doen, man. Je moet dezelfde foto, dezelfde logo moet je wel gebruiken. En dan die spelletjes, dat vind ik wel echt kut zijn maar gedaan. Qua omdat het wit is. Dus ik zou die tekst gewoon helemaal weghalen. En je thumbnails voor de rest zien er nog wel best wel goed uit. Ja, ik vind ze wel cool uitzien. Je weet toch gewoon met pijlen. Alleen die pijlen zijn niet opvallend, man. Hier bijvoorbeeld die pijl, je moet groter doen. Je moet zo'n outline doen. Je moet, weet ik veel, je moet echt zien dat je ergens op wijst, man. En dit is een beetje niet zo heel erg opvallend. Kijk, deze pijl is wel gewoon goed. En misschien, ja, man. En hier bijvoorbeeld, Mindtopia doen niet. Probeer die teksten wat groter en zo te doen. Want anders is de... Ik snap dat die... Dat het poppetje gewoon het vasthoudt. Maar misschien toch proberen het wat groter uit te voeren, man. Want het is heel klein en een achtergrond Minecraft. Je weet toch, het is niet zo chill om op te klikken. Ook moet je vaker uploaden, man. Je uploadt niet zo heel vaak. Terwijl je gewoon gamevideo's maakt. Als je gamevideo's maakt, moet je gewoon kapot veel uploaden, vriend. Hé, mijn haar is fucking irritant vandaag, jongen. Daar is de finish. Als het goed is, ben ik bijna bij de finish. En je microfoon klinkt wel echt heel goed. Mijn oren. Kijk, omdat het achtergrond ook wit is, dan zie je spelletjes zo minder goed, man. Probeer misschien... Ik weet niet, man. Misschien kan je zo'n outline of zo'n zwarte outline. Ik weet niet, man. Probeer het opvallender te maken, man. Zo kijk voor spelletjes.
Leuk en is nieuw. Spelletjes, oké, het is spelletjes. Op dit kanaal en ja, ik ben Jesper, ja, ik heb heel lang niet meer geüpload. Ik weet niet of mijn stem is niet veranderd. Maar ik ben niet met Pascal. Ja, je beeld is gewoon wel oké. Okay. Het is niet wow kwaliteit, maar het is wel gewoon niet dat het fucked up is. Weet je, misschien kan je toch wel je kwaliteit verbeteren. Kijk maar naar Kwebbelkop. Weet je, die doet GTA. Doe gewoon wat hij doet. Misschien daarom ook even een facecam erbij. Dat is wat leuker om naar te kijken. Maar je stem klinkt in ieder geval wel heel goed, man. Je hebt ook gewoon een goede microfoon. Dat is gewoon helemaal prima. Maar als je toch wel naar een next level wil doen en gaat GTA races doen, neem even een kijkje bij Kwebbelkop. Kijk even wat hij heel goed doet. En niet dat je het copy-paste, maar probeer het op je eigen manier te doen. Snap je? Niet letterlijk doen wat hij doet. Gewoon, je weet wat hij doet en dan jezelf je eigen draai aangeven. Oké, voor de rest, je beschrijving en zo meer begeven. Dit is een beetje kut tekst, man. Ik snap dat je een beetje cool wil overkomen, maar ik weet niet, man. Misschien toch wel gewoon wat standaard tekst gebruiken, man. Ik weet niet, maar moet je zelf weten in ieder geval. Ik vind het niet zo heel mooi of zo. Het is een beetje gay. Nee, of je zo. Het is gewoon fucking gay, man. Wat doe je? Nee, het is gewoon hard, man. Oké. Voor de rest, thumbnails heb ik al. Banner is gewoon goed. Ja, man. Het is gewoon een goede kanaal, man. Misschien toch wel. Ja, man. Het is gewoon een goede kanaal, man. Het is gewoon hard. Succes met je kanaal, man. Ik ga door naar het volgende YouTube-kanaal en het heet Dutchy Keru. Lieve Tolka. Je hebt sowieso mijn toestemming. By the way, als je me gaat beoordelen, kijk niet die Discord filmpje vanwege copyright. Ik dacht, ik ook. Dankjewel voor het zeggen. Dankjewel, want als ik copyright strike zou geven, ik zou je één factuur sturen aan Matty. Nee, even kijken. Oké, ik ga wel gewoon je laatste film kijken. Global Silver Kills. Oké, dus niet dit filmpje, maar ik ga dit kijken. Oké, CSGO. Ik hou van CSGO om te kijken. Wij spelen CSGO op de laagste skill. Fucking mogelijk. Oké, dus je bent heel buiten of zo. Een paar dingen gestolen. Oké, boeit niet. I'm gonna start a taxi company. Called fake taxi. Oh, dat is toch porno? Veel fake taxi en zo. Bro, ja, dit zou ik niet moeten weten, maar oké. Oké, misschien. Oké, hey, ik zeg je, je hebt wel echt veel moeite gedaan qua tekst erin doen. Kijk, ik doe dat zelf nooit. Ik vind dat echt fucking fucked up. Maar je speelt een P90 en dat betekent dat je een noob bent, maar het maakt niet uit. Weet je, het maakt niet uit. Snelweg. Je hebt gewoon funny moments gemaakt, weet je. Je bent met vrienden. Daar gaat het om bij CSGO. Gewoon fun hebben en je neemt het op. Dat is gewoon helemaal prima, man. Like en subscribe voor meer kwaliteit. As bullshit. Dat is geweldig. Game counts. Oh, je zet ook gewoon de game en zo erbij. Dat is wel handig om te doen. Een beetje prijzen. Mensen kunnen ook spelen. Je ziet er wel echt uit alsof ik gesponsord ben. De counts ik, maar is waarschijnlijk niet zo. Ik denk dat het niet zo is. Als dat wel zo is, dan ben je een beast. Maar dat ben je denk ik nog niet. Nog niet. Van, ja, man. Nee, maar even serieus. Hopelijk heb je genoten van deze filmpje. Ja, het is wel leuk, man. Je hebt gewoon ook je setup en zo. Dat kan je trouwens wel doen. Prijzen totaal 600. Dat is gewoon best wel een chill prijs. En oké, man, je doet het gewoon goed, man. Had ik je thumbnails al bekeken? Je thumbnails zien er trouwens wel goed uit. Je hebt gewoon een soort van een anime. Gewoon een heel anime-stijl heb je gewoon op je YouTube-kanaal verwerkt, man. Ik moet zeggen, je banner vind ik wel gewoon. Ik vind die foto vind ik wel heel mooi, dat die anime-foto en zo. Alleen en Naruto natuurlijk, maar ik vind die tekst vind ik gewoon minder, man. Ik weet niet. Kijk, ik weet niet, maar is het de kwaliteit? Want ik vind het design van de zijkant vind ik echt heel mooi. En ik vind het mooi dat het half rood is, half grijs. Alleen, ik weet niet, man. Ik vind die kwaliteit is minder of zo. Misschien dat je even. Zo'n via Illustrator of zo kan doen. Je weet toch, zo'n ja man, dan heb je echt die goede kwaliteit. Dan maakt het niet uit alsof je inzoomt of uitzoomt zo'n vectorbestand. Dus misschien kan je ervoor zorgen dat je kwaliteit omhoog gaat. Want je thumbnails vind ik wel mooi. Alleen, bijvoorbeeld die tekst moet je ook iets aan doen, man. Keru is pro, is heel klein, man. Probeer echt zo'n Big Mama te doen. Maar ik hou van Big Mama tekst in plaats van bijvoorbeeld dit. Let's go samen recorden, bro. Je ziet niks, man. Redden we de toffe. Is zo klein, bro. Snap je, valt niet op. Kijk, je doet anime shit. Misschien moet je eens even een keer kijken nemen naar deze YouTuber, Nightblue 3. Ik ga niet naar zijn video's aankijken, want anders ben ik de lul. Maar kijk zijn thumbnails, bro. Kijk zijn thumbnails. Jij doet anime, hij is ook een soort van anime fan. Ook al doet hij dat niet in zijn thumbnails. Maar kijk dit. Dit is wat ik bedoel met dit zijn goede thumbnails. Dus misschien kan je even hier een kijkje innemen. Dan ben je beast. Check dit, oké? Okay? Nou jongens, dat was het even. Ik heb mijn best gedaan om zoveel mogelijk kanaal te beoordelen. Heb ik je niet beoordeeld? Sorry. Al deze mensen, ik ga jullie ooit beoordelen. Geef de hoop niet op. En ga het ding doen. Zet in de reacties weer. En zorg ervoor dat al je vrienden liken die reacties. Want ik beoordeel de meest gelikte reacties. Want die verdienen dan, zou ik denken, het meeste. Dus, bedankt voor het kijken in deze video. Like, abonneer op mijn YouTube kanaal. Don. Zie ik jullie. Oh, wacht. Don. Zie ik jullie weer ooit.